Het mislukte bombardement op de Moerdijkbrug wordt vandaag groots herdacht met toespraken en optredens van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Het is de eerste en ook meteen de laatste keer dat de herdenking plaatsvindt in de Grote Kerk, omdat het vandaag precies 75 jaar geleden is. Nou, het is een samenkomst van heel veel familieleden van de drie vliegtuigen. En dan meestal wat verre familieleden, want ja, iedereen is een beetje overleden of 100 jaar. Een enkeling komt nog, ik geloof dat die 97 jaar is, een veteraan. We gaan het gewoon het samen zijn met heel veel veteranen. En we hebben de kapel van de Koninklijke Luchtmacht kunnen charteren. Nou, je hoort ze op de achtergrond af en toe, dus ze zijn aan het oefenen. Dus het wordt gewoon een mooi, keurig festijn. Bij het mislukte bombardement kwamen 7 Nederlandse vliegeniers om het leven. Maandag was er al een kleine herdenking bij het monument aan het einde van de Rijksstraatweg. Volgend jaar gaat het er allemaal heel anders uitzien. We hebben een monument staan bij de Moerdijkbrug. Dat laten we adopteren door scholen. Daar willen we elk jaar een kleine herdenking houden met scholieren. En dan geef ik van tevoren een gastcollege waar gaat het over. En dan kunnen de scholieren daar naartoe gaan, hun gedachten laten gaan en een kanslegging doen. Ik zou zelf zeggen dat het goed is dat het de laatste keer is. 75 jaar is een prachtig aantal jaren. Er is nu nog 1 of 2 nabestaanden uit die tijd. Dat zal over een aantal jaren natuurlijk ook niet meer zo zijn. En er zijn denk ik voldoende herdenkingstekenen, waaronder het monument bij de Moerdijkbrug. En ook in het Nationaal Militair Museum om de nagedachtenis aan dit moedige optreden te blijven onderhouden.